Welkom bij de SBO eConnect videodemonstratie. Drecom kan u als integratiepartner helpen om SBO eConnect te integreren. In deze demonstratie, die ongeveer 40 tot 45 minuten duurt, gaan we het hebben over e-commerce en hoe we SBO eConnect, SAP Business en ons ERP-systeem effectief en efficiënt kunnen integreren met het SBO eConnect integratieplatform. Dus SBO eConnect is in feite een integratieconnector tussen Magento en SAP Business One. Het integreert deze twee platformen en zorgt voor synchronisatie tussen het e-commerce en ERP-systeem. Voordat we ons in de discussie mengen, zullen we eens een kijkje nemen in de agenda van de demonstratie van vandaag. Ten eerste zal ik u informeren over de onderneming die achter de productontwikkeling van de SBO eConnect zit. De naam van het bedrijf is InSync Solutions. Daarna gaan we direct het product SBO eConnect induiken. Eerst bespreken we de integratiepunten die beschikbaar zijn tussen Magento e-commerce en het SAP Business One ERP-systeem. Daarna bespreken we een aantal geavanceerde functies die beschikbaar zijn in de meest recente versie van het product 2.3. De meerdere verbindingen tussen Magento e-commerce en meerdere websites van Magento. En meerdere bedrijven van het SAP Business One systeem. We zullen ook bespreken hoe dit product een perfecte montage van uw bedrijf kan zijn. Dus laten we één voor één kijken naar de agendapunten. InSync Solutions is het bedrijf achter de productontwikkeling van SBO eConnect. InSync houdt zich al meer dan 3 jaar bezig met het leveren van Magento-diensten en 4 jaar met de verkoop van SAP Business One implementaties. Ze hebben meer dan 65 klanten over de hele wereld en een groot partnerkanaal dat de uitvoering en naamsbekendheid voor dit product ondersteunt. InSync is een SAP-partner, Intel Software-partner, Magento Industry-partner en een Microsoft Gold-partner voor de ISV-competentie. We verhuizen naar het volgende discussiepunt. We zullen ons nu concentreren op ons product SBO eConnect. Dus SBO eConnect is, zoals ik eerder heb verteld, een SBO eConnect integratieplatform. Het is een flexibel integratieplatform dat volledig bidirectionele synchronisatie tussen Magento e-commerce en SAP Business One biedt. Het biedt een communicatiekanaal tussen deze twee platformen voor een snelle data-integratie. Hiermee bedoel ik dat Magento-gegevens kunnen worden gesynchroniseerd met het SAP Business One ERP-systeem. Daarnaast heeft de ondernemer de mogelijkheid om gegevens te uploaden en gegevens te versturen die beschikbaar zijn binnen het ERP-systeem op de Magento-websites. Er is sprake van een tweezijdig communicatiekanaal voor wijzigingen en updates met betrekking tot uw bedrijfskritische gegevens. Hiertoe behoren klantgegevens, ordergegevens, iteminformatie, post-updates, elke vorm van aandelen-updates en synchronisatie van facturen. Verder kunnen zendingen en leveringen gesynchroniseerd worden door middel van dit integratieplatform. Zo bespaart het pure mankracht en vermindert het de kans op menselijke fouten die zouden ontstaan door middel van de handmatige invoer van gegevens in het tweede systeem. Hier ziet u de standaard integratiepunten die beschikbaar zijn in het product, namelijk klanten, items, facturen, verzendingen, orders en voorraad. Al deze vereiste integratiepunten die beschikbaar zijn, zorgen voor synchronisatie tussen deze platformen. SBO eConnect biedt en dekt daarmee alle mogelijke integratiepunten. Laten we naar de integratie kijken. In de dia zien we nogmaals de integratiepunten en we zullen nu gaan bespreken wat er beschikbaar is op deze punten. Het betreft dus de klant, order, item en voorraad, verzending en facturen. Dit zijn de integratiepunten die op grond van deze integratiekanalen bestaan. Dus eigenlijk biedt SBO eConnect al deze integraties en we zullen al deze integraties bespreken op onze demo-server. Ook zal ik u tonen hoe data-integratie verwezenlijk wordt. Het eerste integratiepunt is de klant. SBO eConnect biedt u de integratiemogelijkheid wanneer webklanten zich registreren op een website. Dus wanneer een klant zich registreert op een Magento-website, kan data worden doorgezet naar een SAP bedrijfsdatabase. Naast de rekeningen voor de klant op afleveradres kan het meerdere adressen toepassen, omdat andere contactinformatie en klantengroepinformatie beschikbaar is. Alle gegevens zijn beschikbaar binnen het e-commerce systeem en zullen beschikbaar zijn in de backend van uw ERP-systeem. De SAP-gebruiker krijgt een waarschuwing dat de nieuwe klant is geregistreerd of dat de nieuwe klant iets heeft bijgewerkt. Dus op deze manier biedt SBO eConnect de integratie van functies binnen de klantintegratie. Daarnaast heeft de ondernemer de mogelijkheid om hun vertrouwde ERP-klanten te uploaden. Ze kunnen business-to-business klanten uploaden naar het web en automatisch hun webaccount creëren. Deze klanten zullen een e-mail met betrekking tot hun login ontvangen, zodat ze kunnen inloggen op hun account
en verder kunnen gaan. Ze kunnen nu gemakkelijk direct zelf bestellen op de portal. Uiteraard heeft de ondernemer zelf de keuze om wijzigingen door te voeren in de specifieke groep. Dit kan als groothandel of als detailhandelaar. Dus laten we kijken in onze demo-server hoe deze klantintegratie werkt tussen e-commerce en het ERP-systeem. Zoals u kunt zien op het scherm is hier de Magento Demo Store geopend die ik voor de demonstratie van vandaag zal gebruiken. Deze winkel is specifiek voor deze demonstratie en is daarom niet goed ontworpen, zoals u kunt zien. De website zal later zeker verder worden ontwikkeld. Hier is de plek waar ik kan inloggen. Omdat ik een eindgebruiker ben en ik voor het eerst ga inloggen op de website, ga ik direct naar een account aanmaken. In Maak een account verstrek ik een adres en een naam. Dus voer ik Rob Daniels en rob@gmail.com in. Hier is mijn account aangemaakt in het Magento e-commerce systeem, zonder alle informatie. Ik heb niet mijn standaard factuur of standaard afleveradres toegevoegd. Bij iedere website waar klanten zich registreren, worden de gegevens van de klant, zoals adressen en andere contactgegevens, automatisch gedownload naar SAP Business One zonder enige menselijke tussenkomst. Alle integratiepunten die beschikbaar zijn binnen SBO eConnect lopen volledig automatisch. Dus laten we naar het bedrijf Daniels inkijken en we geven het bedrijf snel een telefoonnummer. Je kunt ook een faxnummer en een adres toevoegen, in dit geval 12 Park Avenue. Ik ben de plaats New York nu aan het selecteren vanuit de staat New York en tevens de postcode. En vervolgens ben ik klaar om het adres op te slaan. Op deze manier worden de klanten geregistreerd en de klanten zullen hun factureringsadres, afleveradres en andere contactgegevens zoals telefoonnummer of faxnummers vanuit het Magento e-commerce platform ontvangen. Via SBO eConnect zullen deze gegevens automatisch worden gedownload naar het SAP Business One systeem. Dus laten we op onze demo SAP server het testbedrijf controleren. Nu ben ik ingelogd op mijn SAP Business One server. De gegevens van een nieuwe webklant worden verwerkt. Alle informatie wordt toegevoegd binnen de business partner stamgegevens van SAP Business One. Laten we naar de stamgegevens van een zakenpartner gaan. Zoek snel naar de nieuwe klant erop. Dit is de webklant die wordt toegevoegd in de Magento e-commerce omgeving en deze webklant is gedownload naar het SAP Business One systeem, zoals je kunt zien. Ik kan zien dat er een nieuwe melding is binnengekomen in mijn systeem. Dus als er een SAP Business One gebruiker een melding krijgt, dan is het duidelijk dat er een nieuwe klant is ingeschreven. Zoals u kunt zien, is er een nieuwe webbestelling geplaatst. Alle zaken die verwerkt zijn, zullen als een melding voor de SAP Business One gebruikers worden weergegeven, ook voor deze klant. Als SAP Business One gebruiker kreeg ik de melding dat deze klant was geregistreerd. Dus binnen het klantregister zal een pop-up melding komen en zullen alle gegevens gedownload worden naar de SAP Business One Master Data. Net als telefoonnummers en ID's, zullen ook de door de gebruiker gedefinieerde kosten in de SAP Business One omgeving te zien zijn. Daar zal te zien zijn waar en wie zich geregistreerd heeft. Dus als een klant meerdere adressen heeft, zullen alle adressen gedownload worden naar het SAP Business One stamgegevens zakenpartner adressentabblad. Op deze wijze werkt de integratie voor klanten. Laten we nu eens zeggen dat u als ondernemer graag zijn vertrouwde groothandels wil uploaden naar het web. Maak een nieuwe account voor hen aan. Later kunt u ze toewijzen aan een bepaalde groep. Hoe kunt u dat doen? Ik zal beginnen met een nieuwe record. Laten we zeggen dat ik zal beginnen met het nieuwe record C0098. Dit is een van mijn groothandels genaamd Thomas Wiebel. De e-mail-ID zal gaan naar de login-gebruikers-ID voor de webaccount. Dus ik moet een e-mail-ID als thomas1@gmail.com aanbieden. Voor het uploaden moet ik deze klant eerst toewijzen aan een bepaalde groep klanten binnen Magento. Dus als ik wil dat deze klant toegewezen wordt aan een groothandel groep 1, dan kan ik dat aansturen vanaf hier. Ik wijs deze klant toe aan groothandel groep klanten, want hij is een van mijn groothandels. Ik wil deze klant uploaden naar mijn basiswebsite met een aantal adressen en een aantal telefoonnummers. Alles met betrekking tot contactgegevens is hier aan te passen. Helaas zal dit bij deze demonstratie echter niet gebeuren. Zodra deze gegevens zijn toegevoegd, hoeft u alleen maar te klikken op deze website klantvlek. Deze website klantvlek differentieert uw standaard ERP klanten van uw webklanten. Ik wil deze vertrouwde groothandel uploaden naar het web. Dus ik controleer de gegevens van deze website klantvlek en klik op de knop toevoegen. Ook moet het geslacht geselecteerd worden. Ik heb het geslacht nog niet opgegeven. In Magento heb ik het veld geslacht niet, dus de klant wordt gewoon toegevoegd. Deze klant heb ik als nieuwe klant toegevoegd in mijn SAP Business One systeem
En de data vanuit SBO eConnect zou automatisch worden geüpload naar Magento. Verder zal het een nieuwe webaccount aanmaken, zal een e-mail gekoppeld worden aan de klant onder vermelding van zijn nieuwe webaccount en zijn login, gebruikers-ID en wachtwoord worden gekoppeld aan deze webaccount. Op deze manier zal de klant een e-mailbericht krijgen, zodat hij of zij kan inloggen. De klant kan nu direct zijn webaccount benaderen binnen Magento e-commerce en kan zijn bestelling plaatsen. Laten we eens gaan kijken naar de manier waarop de webaccount is aangemaakt. Ik ben weer in mijn Magento Demo Store, maar deze keer moet ik in de admin panel toegang voor de nieuwe klant controleren, omdat de nieuwe klant een e-mail zal krijgen op zijn e-ID met daarin het automatisch gegenereerde wachtwoord, zodat hij toegang heeft tot zijn account. Maar ik heb geen geautomatiseerd wachtwoord, dus ik moet toegang krijgen tot mijn administratiepaneel en log dan in. Ik zal hier inloggen. Dit is mijn klantenlijst, die wordt gegenereerd in het Magento e-commerce admin panel. En dit is een nieuwe klant die in feite wordt toegevoegd binnen SAP Business One en geüpload wordt naar het web. De klant ontvangt zijn webaccount, krijgt zijn automatische e-mail-ID toegewezen aan zijn groothandelgroep en wordt eigenaar van een bedrijf. Als ik in SAP Business One aan een klant een telefoonnummer of een paar adressen toevoeg, dan zullen die ook worden geüpload naar Magento e-commerce. Op deze manier werkt de klantsynchronisatie tussen Magento e-commerce en het SAP Business One systeem binnen SBO eConnect. Als eigenaar van een bedrijf zal ik altijd 360 graden overzicht krijgen van welke website de klanten zijn geregistreerd. Dus ik zal altijd kunnen controleren en weten hoe deze klant is gesynchroniseerd. Laten we verder gaan met de presentatie naar het volgende integratiepunt. We gaan verder met de integratie van items. Als we kijken bij de synchronisatie van artikelen, dan zie je dat ik eigenaar ben van een bedrijf, heb ik de mogelijkheid om data te uploaden en kan mijn ERP-items op het web bewerken. Alle items zijn opgenomen in mijn SAP Business One systeem. De items worden direct afgewerkte producten die ik kan uploaden naar het web als eenvoudig configureerbare groep producttypen binnen Magento e-commerce.
Alle productinformatie, de productcategorieën, de productattributen, zoals fabrikant, de grootte of de kleur, kunnen vanuit mijn backend systeem worden aangepast. De prijzen van de producten worden overgenomen van mijn backend systeem. Dus alle productinformatie wordt geüpload naar het Magento e-commerce systeem, getoond aan de klanten en de klant zou in staat zijn om deze items direct van het web te kopen. Ik heb ook de mogelijkheid om meerdere beelden aan een item toe te voegen voor het uploaden naar het web, omdat Magento meerdere afbeeldingen ondersteunt. Het SAP standaardscherm, item stamgegevens, ondersteunt slechts één afbeelding in het eisen tabblad. Maar door SBO eConnect heb ik de mogelijkheid om meerdere afbeeldingen toe te voegen in mijn SAP Business One systeem en om die te uploaden naar het web. Ook heb ik de mogelijkheid, in de toekomst, om een aantal nieuwe producten te definiëren binnen mijn Magento e-commerce en vervolgens worden deze automatisch gedownload naar de SAP Business One in item master data, inclusief de voorraadinformatie. Dus op deze manier zullen deze itemsynchronisatie niet alleen werken voor het uploaden van gegevens uit het ERP naar het e-commerce systeem, maar ook in de toekomst, als je een aantal items gedefinieerd hebt in het e-commerce platform, dan zullen deze naadloos worden gedownload naar uw back-office systeem. Sommige kortingen, zoals tijdelijke kortingen en speciale prijzen op het Magento e-commerce platform, zullen worden ondersteund in de back-office zelf. Het disconteringsproces is ook volledig geïntegreerd. Laten we eens kijken naar de details van itemsynchronisatie via onze demo-omgeving. Zoals ik al zei, zou ik eerst beginnen met een nieuw item in mijn item master data. Laten we beginnen met het creëren van een nieuw item hier. Ik ga IW001 aanmaken. Het is een rekenmachine die ik zou willen promoten bij mijn e-commerce storefront. Het is nu klaar voor het uploaden. Op deze manier kunnen we veel items in SAP Business One verwerken. En op deze manier kunt u ook nieuwe items in SAP Business One krijgen. Om de items die u wilt uploaden te bevorderen in de e-commerce storefront, hoeft u alleen maar de items toe te voegen aan dit scherm die Web Item Master Data heet. Dit scherm is eigenlijk gevoed via de SBO eConnect add-on die is geïnstalleerd met het SAP Business One systeem. Dus laten we het item toevoegen dat ik nodig heb om te uploaden naar mijn web. Dat item zal automatisch worden geüpload als ik het item toevoeg in het scherm. In principe zijn er voor alle gegevens die u bekijkt in het scherm eisen waaraan je moet voldoen om te bepalen wanneer of waar je iets moet toevoegen binnen het e-commerce systeem. Ik heb de mogelijkheid om hier de volgende waarde toe te voegen, dus ik kan snel mijn item selecteren in deze SAP Business One groep. Ik moet het item hier selecteren, dus ik wil dit item met de naam IW001, de rekenmachine. U kunt de korte beschrijving van Magento uploaden. Ik wil dit graag uploaden als een eenvoudig product. Ook heb je de mogelijkheid natuurlijk om de items als configureerbare, gegroepeerde of gebundelde producten van SAP Business One te uploaden. Wanneer u configureerbare, gegroepeerde of gebundelde producten wilt toevoegen, moet u de producten die ermee zijn verbonden toewijzen. Omdat de Magento functionaliteit van de configureerbare, gegroepeerde of gebundelde producttypes complex zijn er producten die uit een aantal eenvoudige producten als subproducten bestaan. Je hebt de mogelijkheid om die subproducten toe te wijzen binnen de screenercel. Ik zou hier het toevoegen van dit item als eenvoudig product laten zien voor de demonstratie. Ik kan hier sommige attributen wijzigen of een gehele attribuutset wijzigen. Ik wil dit item als een belastbaar goed in mijn Magento e-commerce systeem. Dit artikel moet zichtbaar zijn voor online winkelen en in mijn productcatalogus. Hier kan ik dit item uploaden naar een of meerdere websites. Ik heb alle genoemde websites, maar ik wil uploaden naar een website in het bijzonder, namelijk Base. Ik kan dit artikel ook uploaden naar de tweede website, door hier de naam van de website toe te voegen. Ik heb de mogelijkheid om beelden in mijn Magento e-commerce systeem en binnen mijn SAP Business One systeem te gebruiken, als ik een niet-standaard item beschikbaar heb in SAP Business One. Maar door deze add-on heb je de mogelijkheid om beelden te hechten. Attributen kan je hier toewijzen. Net als in dit geval van de aangepaste kleur. Maar laten we dit niet doen bij deze demonstratie. U kunt al uw attributen bepalen met de werkelijke waarde in het scherm en u kunt de kenmerken toekennen voor het uploaden van het item. Het verplichte item is de categorie. Je moet het item toewijzen aan een bepaalde categorie. In mijn geval is dit toe te wijzen aan slechts een categorie die is gedefinieerd in mijn Magento e-commerce systeem. En dat is Store.
Dus het selecteren van deze optie houdt in dat het moet worden toegevoegd aan de standaardcategorie die onder Mijn winkel hangt. En ik voeg dit item toe in het scherm. Wanneer dit item wordt toegevoegd, zal deze automatisch worden geüpload naar mijn Magento e-commerce systeem door SBO eConnect. Dus laten we het controleren binnen het Magento e-commerce systeem in de admin en door de gebruiker op het admin panel. Hier ziet u mijn Magento e-commerce admin panel. Laten we snel gaan naar het product dat ik heb toegevoegd in mijn SAP Business One. Dat product moet naar mijn Magento e-commerce systeem worden geüpload met alle productdefinities die zijn gedefinieerd op basis van Magento e-commerce. Dit is dus het product, de calculator. Dat product heb ik toegevoegd in SAP Business One en het is geüpload naar mijn Magento e-commerce systeem. Het wordt weergegeven in mijn Magento e-commerce platform met de juiste SKU, een goede prijsstelling en alle informatie. Het product is toegevoegd als een eenvoudig product in mijn SAP Business One systeem. Op deze manier promote ik mijn ERP-items op het web zonder gedoe. De items op het web worden automatisch geüpload, dus op deze manier heb je de mogelijkheid om alleen uw afgeronde producten up te loaden naar het web. U heeft ook de mogelijkheid om de eindproducten te kiezen die je alleen maar online wilt verkopen. Zoals je kunt zien is de hoeveelheid gelijk aan 0, want in SAP Business One is een nieuw item dat niet actief is niet voorradig. Laten we het actualiseren naar de postvoorraad in deze zaak en door middel van SBO eConnect. Wanneer je de voorraad bijhoudt voor ieder webitem binnen het SAP Business One systeem, zal het automatisch de webinventaris bijwerken. Dus voorraadupdating vindt plaats op automatische wijze. Ook als u andere stockupdates wilt ontvangen wanneer er een webbestelling is, zal de webinventaris ook afnemen van de SAP Business One inventaris. Wanneer de levering heeft plaatsgevonden, zal de voorraad worden geraadpleegd en zal het worden verwijderd uit de gekoppelde kant. Het bedrijfsproces wordt op deze wijze in kaart gebracht tussen het e-commerce platform en het ERP-systeem binnen het SBO eConnect product. Dus laten we kijken hoe de voorraadupdate zal plaatsvinden tussen SAP Business One en het Magento e-commerce systeem. Hier zijn de belangrijkste kenmerken van de voorraad of inventaris gesynchroniseerd. De voorraad wordt gesynchroniseerd in beide platforms volgens de cyclus. Dit betekent dat wanneer orders worden doorgezet van Magento naar SAP Business One, dan zal de Magento webinventaris wel onmiddellijk verminderd worden, maar in SAP Business One zal het onveranderd blijven tot de levering heeft plaatsgevonden. Ook als u uw ERP-order upload naar het web, heeft u de flexibiliteit om dat te doen. De inventarissynchronisatie vindt ook op die manier plaats, volgens de volgordecyclus van elk platform. Een voorraadupdate zal worden gesynchroniseerd naar de SAP Business One systeem en verandert de webinventaris. Wanneer het goederenontvangstproces binnen de aankoopcyclus van SAP Business One plaatsvindt, werkt de webinventaris ook. Dus het synchroniseren van de voorraad tussen de beide systemen is eenvoudig. Het zal flexibel en accuraat gebeuren zonder enige menselijke tussenkomst. Laten we kijken in onze demo-server hoe dat gebeurt. Ik ben in mijn SAP Business One Demo Company, het testbedrijf. Ik heb een item toegevoegd om deze te laten zien als zijnde uitverkocht. Nu ga ik snel een goederenontvangstplaats laten vinden door middel van de inventarisatiemodule. Ik ga niet de standaard aankoopcyclus volgen bij deze korte demo. De werkelijke activiteiten van de goederenontvangst zullen altijd plaatsvinden met de aankoopcyclus. Dus laten we een item toevoegen dat begint met IW. Dit is het item. Ik ben er nu 20 aan het toevoegen. De artikel eenheidsprijs moet 20 Amerikaanse dollars zijn en ik ben gewoon de hoeveelheid aan het toevoegen als een goederenontvangst. Ik ga nu naar item master data. Ik vink het item hier aan en ga naar de inventaris. Je zult zien, op voorraad staat 20 en beschikbaar staat 20. Wanneer er een weborder bijkomt, gebaseerd op de webbestelling, dan zal de hoeveelheid worden geraadpleegd met de SAP Business One. Dus laten we eens kijken hoe in Magento de voorraad geüpdate wordt binnen SAP Business One. Gebeurt het automatisch binnen Magento e-commerce? Laten we eens kijken. Dit is mijn Magento demo winkel en in het laatste scherm was de hoeveelheid 0. In dit venster dus. Als ik dit scherm nu vernieuw, nadat de voorraad geüpdate is binnen SAP Business One, zie ik dat het venster ververst wordt en dat de nieuwe waarde wordt weergegeven. Die is geïntegreerd vanuit SAP Business One.
De webinventaris is bijgewerkt en de nieuwe hoeveelheid voor dit item is 20, volgens mijn goederenontvangstproces binnen het SAP Business One systeem. Dus op deze manier zien we wanneer een voorraadupdate plaatsvindt binnen uw back-office systeem. Dit geldt voor online betalingen middels creditcard of via een andere betaalmethode, zoals PayPal. In een aantal business cases van de ondernemer kunnen ook betalingen geaccepteerd worden, zoals handmatige betalingen, betalingen via bankoverschrijving en betalingen via remboers. Op het moment dat de betaling is gelukt, kan een factuur automatisch worden meegestuurd met de bestelling binnen het Magento e-commerce systeem. In het geval van online betalingen zal SBO eConnect de factuur synchroniseren met het SAP Business One systeem. Als de ondernemer beschikt over een PCI compliance kaart, kunnen creditcardgegevens opgeslagen worden binnen het Magento e-commerce systeem. In dat geval zal SBO eConnect worden gesynchroniseerd met de bestelling, de factuur en met de creditcardgegevens in het SAP Business One systeem. De volgende optie is voor handmatige betaling. De handmatige betaling van orders worden alleen maar gebruikt in Magento e-commerce. SBO eConnect synchroniseert de bestelling via het web met het SAP Business One systeem. Later, na het krijgen van een betaling middels bankoverschrijving, zullen de facturen door SAP Business One gegenereerd worden in het back-office systeem. SBO eConnect zal de facturen uploaden naar het web. De klanten kunnen facturen afdrukken die daadwerkelijk worden gegenereerd binnen het back-office systeem. Op deze manier verzamelt SBO eConnect alle scenario's van zowel online als offline betalingen. Het laatste punt betreft de integratie van verzendingen.
Hier worden transportkosten berekend binnen het Magento e-commerce systeem. Het betreft dynamische lasten en statische ladingen die kunnen worden toegevoegd binnen de SAP Business One verkooporder, omdat de rekeningen volledig in kaart zijn gebracht met de website verzendmethode. De volgende is de levering, wanneer de SAP Business One gebruiker besluit om de zending af te leveren bij de klant. Zij zullen een document maken van de levering binnen een SAP Business One systeem en ervoor zorgen dat het leveringsdocument naadloos wordt toegevoegd binnen het Magento e-commerce systeem. Klanten krijgen updates binnen een EID en bij hun rekening met het trackingnummer dat een B1 gebruiker in het document zet voor het verkrijgen van de volgnummers van de courier van FedEx, UPS en USPS. Dat moet voor de klant gebeuren. Ze voegen het te leveren document toe en het zal worden getoond aan de klanten binnen het web. Op deze manier zijn zendingen ook volledig verzorgd binnen het SBO eConnect systeem en is het geïntegreerd tussen de twee systemen e-commerce en ERP, in dit geval Magento en SAP Business One. Dus laten we naar onze demonstratieserver gaan en laten we eens kijken hoe ons voorbeeldorder en de facturen worden geïntegreerd. Het is een demonstratieomgeving, dus ik zal niet in staat zijn om je de online betalingsopties via de live betalingsgateways te tonen. Maar ik zal wel in staat zijn om je te tonen hoe het concept van de integratie tussen deze twee systemen en de handmatige betaalmethodes werkt. Dus laten we naar onze demonstratieserver gaan. Laten we starten waar we vertrokken zijn in de eerste fase van de klantenregistratie. Ik heb me hier geregistreerd als klant. De naam van de klant is Rob Daniels. Ik heb een item toegevoegd uit het SAP Business One systeem. Ik ga meteen naar mijn store binnen het Magento e-commerce systeem. Omdat het een eindgebruiker is, weet ik niet of dit een ERP-item is. Maar ik weet dat dit een calculator is. Dus ik voeg deze calculator toe aan het winkelwagentje. Dit is de Magento winkelwagen en dat weten we allemaal. Je ziet in het winkelmandje de hoeveelheid. Je kunt afrekenen met meerdere adressen en je kan afrekenen met een enkel adres. Je hebt allerlei opties en SBO eConnect is volledig in staat om de kassa te ondersteunen met zowel meerdere e-mailadressen als met een single adres. Dus ook die opties worden ondersteund door middel van deze integratieplatform. In deze demo ben ik gewoon naar de kassa gegaan. Hier kan ik afrekenen als gast, kan ik mij registreren of kan ik gewoon inloggen. In dit geval ben ik ingelogd omdat ik al geregistreerd ben als klant. Je hebt ook de mogelijkheid om nieuwe factuur of afleveradressen te creëren op het moment van afrekenen. Dit nieuwe factuur of afleveradres zal via de SAP Business One al worden toegevoegd aan de BPM-masterdata in SAP Business One en zal gesynchroniseerd worden. Op deze manier is multiple facturatie en afleveradressen ondersteund in het product. Laten we snel chip selecteren en klikken op verder. Dit is het vaste bedrag voor de verzending. Ik selecteer check of postwinkel. Ik geef het zo aan dat alleen de webbestelling wordt gegenereerd, niet de factuur, want het is een handmatige betaling. In het geval van online betaling samen met de volgorde waarin de facturen ook direct worden gegenereerd. Dus zoals hier kan ik het product zien. Deze opdracht genereert enkel verzend- en administratiekosten. Dit is het belastingsbedrag berekend binnen Magento, want dit was een verplichte belasting en dit is het totaal van de bestelling. Ik plaats de bestelling hier. Wanneer een klant een bestelling plaatst binnen het Magento e-commerce systeem, heeft de klant een account binnen SAP Business One en dat item is aanwezig in het ERP-systeem. De bestelling wordt automatisch gedownload van Magento e-commerce naar SAP Business One. De SAP-gebruiker krijgt een waarschuwing met betrekking tot de nieuwe webbestelling. De snelle orderverwerking en levering zorgt voor klanttevredenheid. Laten we kijken hoe deze bestelling geïntegreerd is in mijn back-office ERP-systeem. Laten we nu gaan kijken naar de weborder die ik heb geplaatst. Ik kan, wanneer ik inlog op mijn demo-server, zien dat er een automatische waarschuwing komt. Wat vertelt de automatische waarschuwing mij? Het toont mij dat er een nieuwe bestelling is geplaatst. Op deze manier wordt altijd getoond dat er een nieuwe webbestelling is geplaatst
En dit is de klant die de webbestelling geplaatst heeft. Ik kan zijn weborder details inzien. De Sub-Business One code voor de order is 3. Weborder ID is 10. De naam van de klant is Rob Daniels. Nu gaan we naar de verkoop AR module van Sub-Business One in de verkooporder. Ik kan zoeken op de naam van de klant of ik kan gewoon naar de laatste weborder gaan. En dat is de weborder die ik geplaatst heb op het web met de Sub-Business One en alle details. Dit biedt u een zoekfunctie binnen het Sub-Business One systeem. Als het gaat om logistiek ziet u alle informatie. Deze klant heeft dit factuuradres en dit verzendadres. We hebben gekozen voor de verzendwijze van Flat Rate Shipping. Op deze manier gaat alle informatie die beschikbaar is naar mijn Sub-Business One verkooporder. Gastklanten of bestellingen via de gaskassa zullen ook worden gedownload van Magento e-commerce met het Sub-Business One. En met Sub-Business One heeft u de mogelijkheid om een bepaalde klant als een standaard klant te profileren. We gaan nu verder. Als eigenaar van een bedrijf heb je besloten om deze bestelling te leveren, dus ik ben bezig met het verzekeren van elke levering. Op het moment van levering ga ik gewoon naar het logistieke tabblad. Ik kies FedEx als mijn courier en ik krijg een volgnummer. Dat is TR4560. Nadat ik dat heb ingevoerd, volgt er een trackingnummer in een levering van dit Sub-Business One document. Dat is geplaatst in de Sub-Business One verkooporder. Ik ben dit afleverdocument nu aan het toevoegen. Wanneer je dit leveringsdocument toevoegt binnen het Sub-Business One systeem, zal het worden toegevoegd als een zendingsdocument binnen Magento. De klant krijgt een e-mail binnen op zijn of haar e-mail, waarin staat dat er een nieuwe webbestelling is geplaatst en dat de webbestelling is verzonden en afgeleverd op dit afleveradres door de courier, samen met een trackingsnummer. Dus alle informatie krijgt de klant binnen per e-mail op zijn webaccount. Laten we nu snel controleren op de webklant gedefinieerde rekening binnen mijn Magento e-commerce systeem. Ik ga nu naar mijn Magento e-commerce klantaccount. Dit is waar ik, de klant, mijn bestelling geplaatst heb. Dus laten we nu snel naar mijn account gaan. Hier kan ik de laatste bestelling zien die ik heb geplaatst. De status geeft aan dat het moet worden verwerkt. Als u klikt op het oog, dan krijgt u alle informatie over de orderdetails en de orderitems en u krijgt een link om de zendingen te zien. Als u op de zendingenlink klikt, dan ziet u dat dit het zendingsdocument is dat in feite wordt gegenereerd op basis van de aflevering. Dat gebeurt binnen het Sub-Business One systeem. Met dit verzendingsdocument krijgt u alle informatie. Dit is het afleveradres, dit is het factuuradres, dit was de betaalmethode en dit was de wijze van de verzending. Het kan FedEx of UPS zijn, volgens de gedefinieerde gateways. Magento heeft al de gedefinieerde gateways van FedEx of UPS of USPS en dan is dit trackingsnummer automatisch een link. Door te klikken zal u worden doorverwezen naar de website van FedEx. Er zal automatisch een zoekopdracht worden verplaatst naar dit volgnummer. Ook zul je zien wat de status is van uw verzending binnen de FedEx-website of de USPS-website. Op deze manier heeft de levering invloed op de webrekening van de klant binnen het Magento e-commerce systeem. Nu wordt vermeld dat de klant de optie heeft gekozen om betaling via check of postwissel te doen, die we kennen als een offline betaalmethode. Dus bij offline betaalmethodes zijn er betaalmogelijkheden door middel van een check of onder remboers. Toen ik de betaling deed, is de factuur gemaakt en ontvangen in mijn Sub-Business One systeem. Die factuur zal weer naadloos te synchroniseren zijn met de Magento e-commerce en zal getoond worden aan de klant. De klant zal een e-mail over deze factuur krijgen. De klant kan zijn account openen en krijgt de factuurgegevens op zijn webaccount te zien. De klant kan zijn factuur altijd afdrukken voor zijn of haar administratie. De factuursynchronisatie vindt op deze manier plaats binnen Magento e-commerce en Sub-Business One via SBO eConnect. Dus laten we snel gaan kijken in mijn Sub-Business One systeem.
Dit was het leveringsdocument toen ik wegging. Ik ga gewoon naar de laatste aflevering. Dit was de laatste aflevering. Ik voeg het document toe. De factuur is nu toegevoegd. Dit is de factuur die wordt gegenereerd op basis van een levering van een bestelling. Deze factuur zal automatisch worden geüpload naar het Magento e-commerce systeem als een webfactuur. En klanten zullen op de hoogte worden gebracht van deze factuur. Laten we snel naar mijn Magento-account gaan ter controle. En laten we eens kijken hoe deze factuur geüpload is. Ik ga weer naar mijn account in mijn Magento e-commerce systeem. Ik kan zien dat de status op voltooid staat. Als ik klik op deze knop, kan ik naast de bestelinformatie en zendingen een nieuwe link zien met de naam facturen. Deze factuur wordt gegenereerd binnen het SAP Business One systeem en geüpload naar het web. De klant heeft de mogelijkheid om de factuur af te drukken voor zijn administratie. Op deze manier werkt de factuursynchronisatie. Worden verzendingen gesynchroniseerd en werkt de opdrachtsynchronisatie tussen Magento e-commerce en SAP Business One. Ik heb nu bijna alle functionaliteiten besproken van de integratie. Er zijn veel geavanceerde functies en er zijn veel scenario's die al binnen SBO eConnect gedekt zijn, zoals gastbestellingen via het web of postsynchronisatie, de integratie van configureerbare producten, gebundelde producten, gegroepeerde producten en het plaatsen van orders. Al deze zaken zijn reeds verzorgd binnen SBO eConnect. Maar door tijdgebrek zijn we niet in staat om alles te laten zien tijdens deze korte demo. Dus laten we nu eens kijken naar enkele geavanceerde functies die worden toegevoegd in deze versie van SBO eConnect. Laten we naar de presentatie gaan. In dit gedeelte zullen we het hebben over de geavanceerde functies die beschikbaar zijn binnen SBO eConnect 2.3. Voor de zakelijke uitbreiding in het bijzonder en voor toekomstige uitbreidingen. We zullen eerst in SBO eConnect 2.3 het nieuwe licentiemanagement systeem behandelen. Het is een complex nieuw license management system, maar is goed mee te werken. We weten allemaal dat Magento meerdere websites ondersteunt binnen een bepaalde Magento installatie. Elke website kan anders worden ingericht. Er zijn verschillende soorten items, zo heb je bijvoorbeeld de verkoop van elektronische goederen op een website, de verkoop van schoenen en appels en in een andere website de verkoop van een aantal natuurlijke en biologische producten. In het SAP Business One kan ik 3 verschillende bedrijven hebben binnen dezelfde SAP Business One installatie. Eerst had ik 3 verschillende bedrijven en 3 verschillende databases voor deze producten. De SBO eConnect 2.3 heeft de mogelijkheid om deze 3 bedrijven te verbinden met 3 websites van Magento. Waar website 1 gegevens zou uitwisselen met bedrijf 1, website 2 met bedrijf 2, en 3 met de website van onderneming 3. Op deze manier biedt SBO eConnect u de flexibiliteit om uw bedrijf uit te breiden in de toekomst. Of, als u meer integraties wilt toevoegen aan uw nieuwe bedrijven, dan zult u in staat zijn om dat te doen zonder enige moeite en met een eenvoudig proces dat aanwezig is in de SBO eConnect gebruikersinterface. Ook zijn er mogelijkheden als u meerdere aansluitingen heeft. Bijvoorbeeld, er is een groot aantal geregistreerde klanten met bestellingen in de eerste site die de verkoop van elektronische goederen regelt. De eerste verbinding zal prioriteit hebben. De tweede verbinding is als tweede prioriteit.
En de derde verbinding zal de derde prioriteit hebben. Dus je hebt de mogelijkheid om je integratieverbindingen te bepalen binnen deze multiverbindingsscenario. We zullen een blik werpen op hoe je eenvoudig meerdere verbindingen kunt maken door middel van SBO eConnect. Laten we nu kijken naar het product. Dit is de SBO eConnect User Interface speciaal voor configuratieopties. Wanneer je data invoert, moet je eerst de verbinding selecteren of u wilt een nieuwe verbinding definiëren. Ik heb hier al een verbinding. We gaan nu naar de serverconfiguratie. Ik heb al een verbinding, maar u kunt ook een nieuwe verbinding maken met uw subservers in dit scherm. Ik heb hier een verbinding met een test Magento website. Ik kan op elk moment een nieuwe Magento website definiëren. In het eerste deel betreft uw SAP Business One bedrijven. Het tweede deel betreft uw Magento Connect website connections. En in de derde plaats heb je de mogelijkheid om dit in kaart te brengen zoals ik eerder heb gedaan. Op deze manier heb je de mogelijkheid om meerdere aansluitingen van SAP Business One te creëren. En heb je de mogelijkheid om meerdere Magento verbindingen te maken. Dit is dus vrij gemakkelijk om te doen. Als eigenaar van een bedrijf kunt u deze verbindingen zelf zonder enige moeite tot stand brengen en kunt u beginnen met het integreren van meer bedrijven door middel van SBO eConnect. Ook bij geautomatiseerde dienstcontroles heb ik de mogelijkheid om mijn verbindingprioriteit in te stellen. Ik heb nu maar één aansluiting. Als ik nog één of twee verbindingen extra had, zou ik aansluiting 3 kunnen instellen als de eerste prioriteit. Dit kan op elk moment op en neer door middel van deze pijlen. Er zijn op deze manier meerdere mogelijkheden beschikbaar. Binnen de SBO eConnect gebruikersinterface heb je alle mogelijkheden om dat te doen. Laten we hier naar kijken in de presentatie. In de laatste paar dia's van de presentatie heb ik geprobeerd een beeld te schetsen van het product. Er zijn veel opties die beschikbaar zijn met de verschillende aspecten. In de verschillende industrieën wordt SBO eConnect geïmplementeerd en het is een effectieve oplossing voor deze bedrijven. Ook biedt het voordelen voor uw bedrijf op vele manieren. In de eerste plaats is het eenvoudig te gebruiken. Alle integratiepunten zijn volledig automatisch. Deze interfaces zijn vrij gemakkelijk te gebruiken en geven u een hoge productiviteit. E-commerce en ERP business processen zijn meestal verschillend. Er bestaan verschillende bedrijfsprocessen met een andere manier van het beheer van de salescyclus, de voorraden, de producten en natuurlijk de klanten. Door middel van SBO eConnect wordt alles op een goede manier in kaart gebracht zonder schending van de e-commerce of de ERP business cyclus. Alle integraties zullen op volledig automatische wijze plaatsvinden zonder enige menselijke tussenkomst. Het elimineert de menselijke betrokkenheid, ethers, dataontslagen en duplicatie van data. In veel opzichten zal het je helpen. SBO eConnect is compatible met Magento Community, Enterprise en Professional Editions. Het is compatible met SAP Business One 2007, 8.8, 8.81. En op dit moment zijn we bezig met de ontwikkeling voor versie 8.82. De implementatie en het onderhoud is vrij eenvoudig. Het product komt regelmatig met updates die worden verstrekt aan de bestaande klanten. IT-managers kunnen gewoon klikken op deze patches en deze worden geïnstalleerd in het product. Ons supportteam
is vertrouwd met de verschillende tijdzones. Voor de Verenigde Staten, voor Groot-Brittannië, voor Europees, voor de EPG, maar ook voor de Afrikaanse regio's. De implementatie en het onderhoud van de ondersteuning is ook vrij gemakkelijk voor SBO eConnect. Het biedt u naadloze connectiviteit en verhoogt uw efficiëntie. Je hebt zelf volledige controle. Je hebt de gegevenslogs, je hebt de synchronisatielogs, je kunt wijzigingen doorvoeren middels deze logs, je hebt de signaleringen binnen SAP Business One waarmee je zult begrijpen wat de operaties zijn in het B1-systeem en wat er gebeurt via de webactiviteiten. Dit zijn enkele voordelen voor uw bedrijf. Uiteraard zijn er nog veel meer voordelen voor eigenaren van bedrijven die u ziet als u eenmaal SBO eConnect geïmplementeerd heeft binnen uw web- en uw ERP-systeem. Klanten zijn altijd een van onze meest waardevolle feedback providers. We ontvangen al 2 jaar feedback van klanten sinds we zijn gestart met SBO eConnect 1.0 en ook vandaag de dag als we SBO eConnect 2.3 gelanceerd hebben. Het is de feedback van de klant die ervoor zorgt dat het product meer aan de klantwensen voldoet. Op deze manier zullen we groeien met onze bestaande klanten, maar ook onze bestaande partners. Dus ik zou graag al onze gewaardeerde klanten en partners willen bedanken voor het verstrekken van hun feedback, hun meningen en de aanvullingen daarop voor de verbetering van het product. Uiteraard willen we ons richten op de verschillende regio's over de hele wereld waar we klanten hebben en waar onze resellers gelokaliseerd zijn. De toevoegingen in verschillende valuta's, verschillende talen en verschillende ACS-culturen zijn heel erg belangrijk, omdat in sommige regio's zoals Zuid-Amerika er verschillende ACS Business One instellingen bestaan. Het product moet verenigbaar zijn in alle gebieden. U zult zeker nog een aantal vragen hebben, want er zijn veel ideeën die als gevolg van de beperkte tijd niet behandeld konden worden. Ik zou u aanraden om contact op te nemen met Drecom Business Intelligence die u als integratiepartner kan helpen. Met betrekking tot prijzen en licenties wil ik u vragen om naar de website www.drecom.nl te gaan. Als u nog meer vragen heeft, dan kunt u uw integratiepartner Drecom ook bellen op het nummer 010-4-668638 of een e-mail sturen naar info@drecom.nl. U zult binnen 1 werkdag antwoord krijgen. De telefoonnummers staan ook op onze website www.drecom.nl, zodat u ons altijd kunt bereiken. We zullen zeker reageren. Bedankt voor uw tijd en bedankt voor uw geduld. We hopen u spoedig te ontmoeten. Dank u wel.